Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is druk bezig voorbereidingen te treffen voor het nieuw schooljaar 2020-2021. Dit haalde de directeur van onderwijs, Natasha Benanon, gisteren aan tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van de overheid. Zo zijn de inschrijfperiodes van de diverse onderwijsniveaus reeds vastgesteld. Benanon haalde aan dat als gevolg van het COVID-19-virus er dit jaar geen centrale inschrijvingen plaatsvinden. Het ministerie wil volgens haar voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. De inschrijving voor het basisonderwijs is voor het kleuteronderwijs dan ook vastgesteld op 15 tot 17 juli. Maar wij stimuleren altijd dat ouders hun kind zo dichtbij mogelijk plaatsen van huis. Niet in alle gevallen lukt dat uiteraard, maar uiteraard is het de keuze van de ouder waarvoor u kiest om dat kind te plaatsen. Wat wij ook wensen te benadrukken, u komt aan op de school van keuze waar u dat kind wilt plaatsen, met inachtneming uiteraard van de COVID-maatregelen. U gaat de instructies van de schoolleider moeten volgen of van de HKL'er. U staat rustig in de rij en u wacht uiteraard uw beurt af. Aan de hand van het aantal plekken dat er is op de school, zullen er nummers verstrekt worden. Maar ik wil ook aangeven aan de ouders om niet in paniek te geraken. Ook al zou u in de rij staan en u bent niet in aanmerking gekomen voor een nummer, maak u zich geen zorgen. De schoolleiders, dan wel de HKL'ers, hebben de instructie reeds gehad van het ministerie. Er zijn registratieformulieren. U krijgt de registratieformulieren om in te vullen. U vult dat formulier volledig in met de juiste gegevens van het kind. En uiteraard ook van u als ouder. De telefoonnummers zijn belangrijk om dat te vermelden. Want uiteindelijk, als blijkt dat u geen plek heeft kunnen vinden op de school dat u heeft gekozen, dan zal in samenspraak met de inspectie, met u uiteraard, nagegaan worden welke school uw kind geplaatst zal worden. Verder haalde Benanon aan dat de ouders van leerlingen van groep 2 tot 8 niet naar school hoeven voor de herinschrijving. Deze leerlingen worden voor het nieuwe schooljaar automatisch ingeschreven, omdat ze al een plek hebben op die school. Maar je kan toch wel een situatie hebben dat ouders genoodzaakt zullen zijn om hun kind af te schrijven. Het kan zijn vanwege verhuizing, of in ieder geval, het kan een omstandigheid zijn waarbij ouders van mening zijn dat ze hun kind voor het komende schooljaar op een nieuwe school willen plaatsen. Ook die voorzieningen hebben we getroffen. Die periode kan dus op maandag 20 juli en op dinsdag 21 juli. Dat geldt dus voor de leerlingen die nu al op een school zijn. Ze zijn al op een school, maar vanwege omstandigheden moet de ouder dat kind afschrijven. Dan zou dat kunnen, maar dan hebben we de afschrijvingsperiode vastgesteld op maandag 20 en dinsdag 21 juli. Het is ook belangrijk dat wanneer een ouder ervoor kiest om dat kind af te schrijven, dat de ouder alvast voorwerk moet hebben verricht. Met andere woorden, u weet dat u dat kind zal afschrijven van school A om te plaatsen op school B, dan moet u dus alvast naar school B gaan en nagaan van oké, school B heeft uw plek voor mijn kindje. Natasha Benanon, directeur van onderwijs. Ze sprak gisteren in de congreshaal tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis.